Wat ontzettend veel mensen zijn er. Vorig jaar 1500, nou 5000. Drie keer zoveel. Het is treurig dat het moet, maar het moet. Jullie weten hoe ik heet. Job. En je weet wat dat in het Engels is. Job. En dat moet Mark Rutte gedacht hebben toen hij bij Obama op bezoek was. En wat riep hij daar? Jobs, jobs, jobs. Typisch Mark Rutte. Om iets te zeggen wat niet klopt. Want wat doet dit kabinet? Bezuinigen op banen. Ik neem het even met jullie mee. Er verdwijnen 9000 banen in het onderwijs door bezuinigingen op passend onderwijs. En door al die bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag gaan er 50.000 banen verloren van vrouwen die nou niet meer kunnen werken. En 10.000 banen in de kinderopvang. En we weten allemaal, die bezuiniging op de WAJONG en de WSW, 30.000 banen die gaan er verloren. Bij al die mensen die dolgraag willen werken. En dan gaan die banen daardoor verlagen. Door dit beleid van dit kabinet. En we weten allemaal hoe het er in de bouw voor staat. 50.000 banen van mensen die niet aan het werk komen doordat die bouw is stilgevallen. En dan te bedenken dat Rutte in de verkiezingscampagne riep: ik ben de banenkampioen. Geen sprake van. Rutte is niet de banenkampioen. Rutte is de kampioen van de armoede. En dat terwijl die zegt: er is geen armoede in Nederland. Hoe durf je? Want wij weten hoe dat zit. Er is armoede in Nederland en wij weten ook: armoede werkt. En juist nu, in deze tijden dat het economisch zo moeilijk is en iedereen zijn uiterste best moet doen om ervoor te zorgen dat er banen komen, zorgt dit kabinet ervoor dat er 200.000 banen weggaan. Wij willen geen werkende armen. Wij willen geen WAJONG'ers thuis op de bank. Wij willen geen 200.000 ontslagen. Wij willen werk, want armoede werkt. En daarom zeg ik tegen dit kabinet: werk geven of wegwezen.